Morning. Morning. How are you? Good, you? Yeah. Happy New Year, huh? We haven't seen each other yet. Oh, no, not good. First time again. Hi. Goedemorgen. I'm really happy that I was yesterday by the haircutter. Because of the press, you know. Die wedstrijd nodig had. Ja, tuurlijk. Weer helemaal teruggekomen. Tuurlijk, en ook gewoon belangrijke wedstrijd. Voor je zelfvertrouwen, voor alles. Gewoon belangrijk en ook voor je lichaam, denk ik. So everybody was looking at me and said like, we just won and we calmed down. And I was like, no. I wanted my clean sheet and yeah. I'm not happy. Okay, good that we won, but still, that like, it still didn't feel like so good. Cut it back and I just remember finishing it with my right foot. And I remember all of us, we just ran back to the halfway line. We were just thinking, yeah, let's go again, let's go and kill them. And then Daniel scored shortly after. And the rest is history. How are your feelings about that, about the rivalry between PSV and Ajax? You played in the youth against them? Yeah, it's crazy. It's really crazy rivalry, PSV Ajax. I remember coming on in Amsterdam last year. I remember I got the ball and I'm just hearing whistles from the crowd, and it was a great experience, to be honest. I loved it. But yeah, I know about the rivalry. Obviously, it's the two best teams in Holland, without a doubt. So you're going to have a big rivalry, and we're always trying to go above them. They're always trying to go above us. So yeah, listen, it's going to be a cracker on the weekend. So I'm looking forward to it. I can't wait. En dan degene waar Lennart mee praat, om die op de plek neer te zetten, ruim, en die chargeren we gewoon in de ruimte. Dus als dit niet verblut is, eigenlijk allemaal goed. Ja, precies. Mark, Knip. Thank you.
Een hele goede avond en welkom bij de nieuwjaarsshow van PSV. Het komende uur schuiven Roger Smit, Toon Gerbrands, John de Jong, Denzel Dumfries en Frans Jansen bij me aan. Over de stand van zaken gaan we het hebben en we proosten uiteraard. PSV 7 jaar geleden begonnen met cursussen en stage lopen bij jeugdteams langzamerhand. Ja. Je zegt ja, zeer welkom, daar zijn we heel blij mee. Ja, en je zit niet stil. Zeker niet. Nee. Scheelt alles achteruit. Ja, we hebben gewoon nu als goed seizoen gedraaid, gelukkig al eerst geëindigd. En hebben we gewoon de Champions League ticket binnengehaald. Maar dit jaar wil ik wel echt met de prijs eindigen. Ja. Volgens mij zijn hier wel dorstige mannen en vrouwen om me heen. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor deze nieuwjaarsshow. Ja, sowieso ook niet. Dankjewel allemaal. Wij proosten op een nieuw jaar en hopelijk ook weer voetbal in de stadions. Bedankt voor het kijken en kijk hierna naar ESPN vandaag. Dankjewel. Proost. Proost. Proost, hè?